Hallo, welkom bij Boek van de Week. Dit keer weer een uit de serie van Librero, die je veel ziet bij allerlei boekenwinkel. Maar waar ik de meeste van mijn serie vandaan heb, is uit zo'n voordeelboekenwinkel. Daar hebben ze heel vaak boeken uit deze serie. Heel betaalbaar en ik heb er ook heel wat. En ik heb ze nog steeds niet allemaal laten zien. Twee weken geleden kon je zien bloemblokken om te breien en dit zijn bloemblokken om te haken. Dus voor de hakers onder ons, en dat zijn er heel veel, laat ik dit boek zien. Nou, je ziet het al een beetje, aan het kaft. Allerlei bloemblokken om te haken. Nou, net als bij de andere boeken uit die serie, kan ik natuurlijk het gedeelte waar de patronen te zien zijn niet laten zien. Maar dus het begint altijd met een overzicht per blok van wat er allemaal precies in staat. Dus ik kan jullie wel alle bloemen laten zien die erin staan. En achterin staan altijd nog een paar projecten met hoe je dan die blokken kunt toepassen. Dat is natuurlijk ook altijd wel leuk dat je, dat kan je natuurlijk heel erg inspireren om ook iets te gaan maken met van die blokken. Nou, je ziet hier al verschillende modelletjes, zeshoeken, vierkanten. En je kan zo'n blokje natuurlijk zo maken, maar meestal worden ze natuurlijk gemaakt om te combineren. Je kan er verschillende met elkaar combineren of allemaal dezelfde en met kleur variëren. En daar kun je dan grotere projecten van maken. Nou, laten we maar eens gaan kijken, zou ik zeggen. Net als de andere boeken uit die serie, begint het altijd met een algemene uitleg van hoe gebruik je dit boek. Je kunt op patroon zoeken, je kunt op soort blok zoeken. Je denkt van nou, ik wil een driehoekig blok maken. Nou, dan kan je die makkelijk vinden. Dan leggen ze hier uit hoe je dat makkelijk kunt vinden in het boek. Er staan ook mogelijkheden in. Dat is wel leuk om even te laten zien. Hier zie je een voorbeeld van zo'n bladzijde. Met het blok met het patroon getekend, maar dan ook hoe je die blokken kunt combineren. Hier is het samen, zijn deze twee blokken samen gecombineerd en dan kan je hier een beetje zien hoe dat er dan uitziet. Dat is een soort van ideetje. En dat maakt het boek ook wel heel leuk, vooral als je het nou lastig vindt om te combineren, dan kan dat je best wel goed helpen om een leuke combinatie te maken. En want het moet natuurlijk ook aan elkaar passen. Nou, daar is dan over nagedacht. En dan geven ze dus suggesties voor welke blokken je met elkaar kunt combineren tot een geheel. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ook altijd iets over kleur. Wat voor kleuren, hoe je dat kunt combineren, op welke manieren. En dan ook de basistechnieken. Van wat heb je nodig, gereedschap, materialen, garensoorten. Welke soort garen, wat voor resultaat geeft dat nou? Je kunt hier zien, dun en dik garen geven natuurlijk verschillende groottes. Maar kan ook ander effect geven. Bijvoorbeeld verloopgaren, dan krijg je dus op sommige plekken weer andere kleuren. Daar wordt eventjes uitgelegd, ook de stekenverhouding testen, hoe je dat kunt doen. Hoe je een tekening leest, de haaksymbolen, iets over verschillende garensoorten. Wat staat er nou op zo'n garenwikkel en wat betekent dat nou? Gewoon algemene basisinformatie. Iets over verschil in recht en rondhaken en hoe je je werk afwerkt. Nou ja, eigenlijk wat in elk goed haakboek zou moeten staan natuurlijk, hè? De basis. Nou, en hier staat ook iets over blokken arrangeren. Zelfs een apart hoofdstukje. Van hoe kun je ze nou combineren? Een mooi voorbeeld vind ik deze ruiten. Kijk, je kunt ze als een soort zigzag combineren. Maar je kunt ze ook met de rechtop zetten. En dan als ruiten combineren. En zo zie je heel verschillende resultaten. Hier ook, hier is wat meer gespeeld met kleur.
geeft totaal verschillende resultaten als je verschillende kleuren gebruikt. En zo zie je, en zo kan je zelf een beetje gaan spelen met dat soort blokken. Dit soort hoofdstukken vind ik altijd wel heel waardevol, omdat, nou ja, je ziet hè, hoe verschillend dat is. En het is maar net wat jij wil. Dus daar kun je heel goed ideeën uit opdoen. En hier ook verschillende hè, cirkels. Als je cirkels aan elkaar wil zetten, ja, dan moet je toch altijd die ruimtes opvullen met iets. Nou, geef ze ook suggesties voor. Dus dit is wel heel bruikbaar van hoe je dat dan kan doen. Met verschillende manieren van blokken met elkaar verbinden. He, je kunt het naaien, je kunt het haken op verschillende manieren. Hier hoe je randen kunt afwerken, ook op verschillende manieren. Het is echt wel een uitgebreid boek. Voorbeelden van allemaal randjes met de patroontjes erbij. Ja, dus niet alleen de blokken, maar zeker ook hoe maak je er een geheel van. Hierover kleur. Wat doet kleur? En hoe gebruik je dat dan? Nou, verschillende manieren van combineren. Is eigenlijk ook weer een soort patchwork, hè? Want dat doen ze ook met stof. En dan bijvoorbeeld driehoeken combineren. Ja, als je daar een. Als je die in het rond combineert, dan krijg je weer een zeshoek. En dat kan dan ook weer ja, beelden geven die je soms niet verwacht. Dat is altijd wel heel leuk. Maar ja, goed, hier doen ze dat dus met gehaakte vormen. Maar in feite is het eigenlijk een soort patchwork, maar dan met gehaakte vormpjes in plaats van lapjes. Nou, en dan nu, dat noemen ze de vitrine, alle verschillende blokken. Lekker groot afgebeeld, zodat je het goed kunt zien. En met bloemen erin. Vierkant, driehoek, zeshoek. Ik vind zelfs zeshoek altijd heel leuk. Daar kan je zo leuk mee combineren. Allemaal verschillende. Met allerlei groentinten en wat geel. Dit vind ik ook altijd leuk. Zo'n combinatie van, in dit geval een ronde bloem in het midden met een vierkant kader. En dit is dan weer wat luchtiger met wat ja, meer gaatjes. Dit is dan weer een wat vastere rand om een heel luchtig midden. Deze vind ik ook heel leuk, die sneeuwblokjes. En hier gewoon heen en weer gehaakt. En er is een tulp in dit geval met andere kleuren ingehaakt. Cirkel. Die vind ik ook mooi. Dat is een soort filethaakwerk. Een soort van klaverblad. Viooltje. Ik kan me voorstellen dat als je zes van die driehoeken met viooltjes in een cirkel aan elkaar zet, dan heb je in feite al een hele leuke, ja, soort kleedje. Doily noemen ze dat, hè? Of een onderzetter, een beetje groter. Dat kan al heel leuk zijn. Hoef je helemaal niet, je hoeft niet helemaal niet zo in grote dingen te denken. Weer bloemen in een ruit. Het zit echt heel gevarieerd in vorm, kleuren, maar ook soort haakwerk. Hier is met andere kleuren ingebreid. Puntje heeft weer een andere kleur. Dat betekent dus dat als je deze ook weer in het rond aan elkaar zou maken, dan krijg je een soort van bloemachtig iets. Dat geeft een leuk effect. Dit vind ik ook wel leuk. Het contrast. Zo'n contrast tussen heel dicht bobbelig haakwerk en dan zo'n open randje. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk. En hier een hele. Ik vind dit op zich al een heel leuk dingetje. Dat is onderzettertje of zo. Dat is toch leuk? Je zou ook bijvoorbeeld twee. Bijvoorbeeld vierkantjes of zeshoekjes of zo kunnen maken. En dan als een soort zeepzakje voor om in je kast te leggen, bijvoorbeeld. Het zijn altijd van die leuke cadeautjes. Gewoon van die kleinigheidjes. En dan heb je zo gemaakt: een stukje zeep erin en je hebt een cadeautje. Deze vind ik ook heel grappig. De madeliefjes. Hier weer wat meer een open structuur.
Dus nou ja, genoeg te variëren, dus heel leuk. Dit zou je ook weer in een cirkel, dan krijg je een soort van ster met allemaal bloemen erin. Ik zie dat al een beetje voor me. En hier met een soort van spiraal in gaatjes. Oké, leuk. Je ziet ook wat kleur kan doen, hè? Dit is weer een heel ander. Geef je een heel ander beeld. Is ook wel leuk. Nou, dit is eigenlijk een soort van granny. Eigenlijk is het gewoon, het is een granny, niet een soort van. Het is gewoon een granny. Maar je ziet dus dat je door kleur te wisselen eigenlijk automatisch een soort bloem krijgt, hè? Grappig is dat. Vierkant met een open randje. Die vind ik ook heel leuk. Zo'n cirkel. Zeshoek, driehoek. Deze vind ik ook heel mooi. Is dan weer heel luchtig. Zo'n mooie vlinders. Deze ook heel leuk met één zo'n bloem in het midden. Dus ja, variatie genoeg. Wat ik zelf vaak heb met dit soort boeken, als ik dan iets zoek of zo, dat ik het heel moeilijk vind om te kiezen. Dan vind ik een heleboel, vind ik dan leuk. Deze vind ik ook heel leuk. Juist omdat het uit het midden zit. Als je dat dan weer aan elkaar zet, dan heb je meteen een soort van randafwerking. Dit is ook wel heel leuk. Dan kan je door die open steken, boogjes, kan je het aan elkaar zetten. Hier vallen de blaadjes een beetje over elkaar heen. Dat vind ik ook altijd heel mooi. Het is ook wel zo bedacht dat je het ook met elkaar kunt combineren. Als het goed is, zouden de ook de stekenaantallen dan gelijk moeten zijn. Een ster, zeshoek. Dus keus genoeg. Nou, je kunt met heel dun of juist dikker garen, net wat je wil. Het is wel vaak het mooist met dit soort dingsegmenten. Is het wel vaak het mooist als je garen kiest. Hè, verschillende kleuren, maar wel met dezelfde dikte. Dan krijg je vaak het mooiste resultaat. Maar goed, ook daar kun je mee spelen, hè? Ik bedoel, niks moet. Dus je kan ook variëren juist om te kijken wat het effect is. Dus, nou, genoeg om uit te kiezen. Nou ja, 75 natuurlijk, want het staat er gewoon op. Nou, hier komen de patronen, dus die kan ik je niet laten zien, want dat zijn tekeningen. Dus dat kan ik niet wegmoffelen. Even te kijken of ik zo'n. Kijk hier, even zonder iets verder te laten zien. Kun je dan zien hoe je verschillende zeshoeken kunt combineren met elkaar? Dus dat zit bij bijna al die patronen. Kan je dus zien van kan je het met elkaar of met een andere? En hoe doe je dat dan? En hoe gaat dat er dan uitzien? Dan kan je dan een beetje een beeld geven. Want soms, als je gaat combineren, dat heb ik met patchwork ook wel eens. Dan kan het zijn dat je onbedoeld een totaal ander effect krijgt dan je dacht. Dat kan soms heel leuk zijn, maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat je dat helemaal niet wil. Nou, dan kan je met zo'n plaatje toch even een beetje kijken hoe dat ongeveer gaat worden dan. Nou, en dan nog een paar projecten die je dan kunt maken. Bijvoorbeeld een deken. Hier zie je hem klein in het schema met de kleuren en zo genoemd. En hier zie je hem dan uitgewerkt. Hier iets van tasjes, ook even uitgelegd ook hoe je dat kunt voeren. Met van die beugeltjes. Die kan je vaak in hobbyzaken wel vinden. En hele kleine van die mini beugeltjes. Soms hebben ze die nog wel eens bij de Action.
Of af en toe heeft Xenos dat soort spul ook wel eens bij de knutselspullen. Kijk, dan kan je in feite al van een simpele vierkant kun je al wat leuks maken. Dus tasjes en portemonneetjes. Een kussen mag natuurlijk niet ontbreken. Hier is ook weer schematisch even weergegeven hoe die blokken dan zijn gecombineerd. Een sjaal van driehoeken. Vind ik ook heel leuk. Volgens mij was dat het. Ja. En wat nou het allerleukste is, op het moment dat ik dit film, ik heb even gezocht, is dit boek nog verkrijgbaar? Dus als je nou denkt, wat leuk, ik zou dat boek wel willen hebben, dan is die nog te koop. Dus dat vind ik wel leuk om even te melden, want heel veel boeken uit deze serie zijn alleen nog tweedehands te krijgen. En dan soms voor echt exorbitante prijzen. Dat begrijp ik nooit zo goed. Maar af en toe zie je ze ook wel eens gewoon bij een kringloper. Nou, dan zou ik zeggen sla je slag. Want dan kost het je bijna niks. Maar deze is dus nog nieuw verkrijgbaar. Dus, nou, ik hoop dat je het leuk vond. Dat je je door hebt kunnen laten inspireren. En nou, als dat zo is, geef dan even een duimpje omhoog. Dat zou ik leuk vinden. En dan wil ik nog even zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!